ga mijn best doen. Het is geen cadeau als je na de voorzitter mag. Maar ik ben ook niet zo sterk in geschiedenis als Dennis, dus ik ga het toch een beetje spieken. Ik ga het proberen plechtig te houden, omdat het toch mijn eerste speech is voor de Sterpler-familie. Dus we gaan heel plechtig beginnen. Voorzitter, dames, heren, bestuurders, vertegenwoordigers van de overheden, waarde leden van de Sterpler-familie. Op mijn beurt wens ik u en al wie u lief is een prachtig nieuwjaar toe. Dat is ook de wens van mijn collega's uit de technische staf en vooral van mijn spelers, die op een paar uitzonderingen na nog een beetje van vakantie genieten. Zoals u weet wordt het straks bijzonder druk, dus ik denk dat het tijd is dat we onze jongens toch een beetje laten rusten. Maar ik wil deze gelegenheid, waarop zowat de harde kern, tussen aanhalingstekens, van de groen-zwarte familie bijeen is, aangrijpen om even mijn hart te luchten. Ik ben dankbaar, vooral heel fier en blij, dat ik voor Sterpler mag werken. En werkelijk waar, dat wou ik vanavond toch even kwijt. Dank u. Toen ik hier in juli, bijna hals over kop binnenviel, wist ik maar vaak wat me te wachten stond. Natuurlijk, ik kende Sterpler al jaren, een vereniging met een positief imago, een eigen cultuur en soms ook met een eigenzinnig karakter. Een ploeg die kansen bood aan jongens uit de eigen jeugdopleiding en tegelijk altijd een neus had voor goede transfers. De realiteit echter overtrof mijn verwachtingen. Ik voelde me hier meteen thuis en wist me direct en nadrukkelijk gesteund door het bestuur en vooral door de supporters. En dat geeft een jonge coach vleugels. Ik zou niet kunnen werken in een sfeer van achterbaksheid en wantrouwen. Als ik hals over kop zei, dan was dat bijna letterlijk te nemen. Immers kort na de voorbereiding vlogen we naar het noorden en, zoals de voorzitter al zei, vervolgens naar het zuiden. En het scheelde geen haar of we reizen zelfs naar het oosten. Maar uiteindelijk bleek het Breidelstadion thuis dus nog het beste. De competitie startte goed en vandaag, ongeveer 5 maanden later, prijken we op een plaats die volgens mij, de voorzitter heeft andere ambities, nog perspectieven biedt. En ook voor de beker gaan we proberen, is het niet dit jaar, dan is het volgend jaar, voorzitter, voluit. In 2011 hopen we die sportieve opgang natuurlijk door te zetten. Ik ben in de eerste plaats enorm fier op mijn spelers. Ze doen het uitstekend en je ziet, je voelt en ervaart de vooruitgang die we week na week met het team boeken. Ik ben ook blij dat het bestuur inging op onze aanvraag, zoals de voorzitter al zei, om aanvallend met Milan Purovic voor versterking te zorgen. Dus ik zal naast mijn kennis van het West-Vlaams ook het Portugees proberen onder de knie te krijgen. Toch, geacht publiek, wil ik ook waarschuwen dat niet alleen in het leven, maar ook in het voetbal alles plots kan verkeren. Door omstandigheden, tegenslagen. Dus laten we hopen dat dit in 2011 niet ons deel wordt. Maar het kan natuurlijk altijd. Ook dan hoopt de technische staf op uw bemoediging te kunnen blijven rekenen. Weet alvast dat wij, de spelers, technische staf, mensen van het bestuur er alles aan gaan doen opdat Sterpler het voor de win blijft gaan. Bijzonder tevreden zijn we, zoals de voorzitter ook al aangaf, met de vooruitgang van onze jongeren. Ze hebben de juiste spirit en zijn bereid nog heel veel te leren, maar natuurlijk heb je altijd ervaren spelers die daar voor begeleiding moeten zorgen. U kunt er van mij op aan dat ik altijd zal blijven kiezen voor talentrijke jonge spelers. Dat investeren in de jeugdwerking daarbij van levensbelang is, dat behoeft geen betoog. Tegelijk gaan we de samenwerking met onze vrienden van Sporting Lissabon proberen nog te verfijnen. Dit betekent voor beide een win-win operatie. Eigenlijk, om af te sluiten, ik ben hier eigenlijk gewoon graag. En daar wou ik met die woorden iedereen nog vriendelijk bedanken en legendarische woorden, leven sterk.